een tweede keer afscheid nemen van Nikeri. Ik moet dit dus op mijn lijst aanvullen van de bijzonderheden die ik heb ondervonden tijdens mijn dienstperiode. Dus dit is een van de bijzonderheden. Om weg te gaan, ik ben er sowieso bewust gekomen om tijdelijk. Ik ben tijdelijk hier geplaatst, dat is mij duidelijk. Dus sowieso ben ik erop voorbereid, psychisch, om weg te gaan. Maar als je ergens werkt en je hebt een band met mensen, je hebt niet alleen die werkrelatie, je hebt ook sociale contacten. En omdat je voor de tweede keer bent gekomen, heb je dan nog meer contacten met de mensen, de band groeit. Dan is het wel een beetje met gemengde gevoelens om weg te gaan. Maar het is prettig om te mogen vernemen, je hoort de geluiden, dat de mensen tevreden zijn over je. En dat is ons doel ook geweest. En altijd is dat zo, dat wij voor de gemeenschap zijn en wij werken voor de gemeenschap. Hoe heeft u uw laatste periode in Nikeri ervaren? Een beetje hectisch, want er zijn een aantal zaken achter elkaar, problemen. Eigenlijk hoefden ze geen problemen te zijn, maar u weet hoe dat toe gaat hier allemaal. Dan heb je je dagelijkse werkzaamheden, maar dan moet je voor kleine dingen, dan word je dan opgehouden. Dan moet je gaan onderhandelen. Ik neem bijvoorbeeld de zaken van de ex-militairen. Hoefde niet zo lang te duren. Nu is er een oplossing, de mensen zijn rustig. Zo af en toe hoor je iets van een DR-lid die een beetje ontevreden is. Maar ja, je kunt ook niet iedereen tevreden stellen. Maar over het algemeen heb ik zoveel mogelijk geprobeerd mijn krachten in te zetten en het maximale eruit te halen. En de mensen hebben, de bestuursdienst althans en de gemeenschap hebben daarbij de volle ondersteuning gegeven. En daar ben ik dan ook zeer erkentelijk voor. U bent zeer tevreden over de samenwerking met het personeel? Jawel, zeker. En ik bedoel, ik zou niet zoveel kunnen bereiken had ik hun ondersteuning niet. Het is hun job dat ze doen, maar u weet hoe dat toegaat. Die intermenselijke relatie moet er ook zijn. Anders lukt het ook niet, kan je ook niet veel eruit halen. Terwijl als je een goede verhouding hebt, een verstandhouding met de mensen, kan je twee keer zoveel resultaten boeken. Dus als ik evalueer, dan vraag ik me soms ook zelf af, mezelf af, hoe heb ik dat kunnen doen? Maar op de een of andere manier, je krijgt de spirituele kracht van daarboven, sowieso. En ik ga u eerlijk zeggen, als je je werk goed doet, zijn de mensen tevreden en dat geeft ook positieve energie. En die positieve energie die men naar jou toestuurt, dat geeft jou dan die inspiratie. En dat is ook die inspiratiebron om dan het werk te doen. U heeft ook een aantal DC's moeten klaarstomen om een goede job te doen. Hoe heeft u dit ervaren? Oh, dat is voor mij ook een hele prettige en mooie ervaring geweest. Het geeft je een beetje voldoening, want je weet je moet straks uit de dienst. En je wil niet weggaan met die kennis. En die kennis wil je overdragen en dan heb ik ook vol overtuiging gedaan. Alles wat ik kon overdragen, heb ik overgedragen. Maar u moet weten, deze functie is een functie waarbij je dagelijks met nieuwe dingen geconfronteerd kan raken. Feit is dat je een goede manager moet zijn, een goede relatie moet onderhouden, een werkrelatie met alle diensthoofden, alle instanties en met je medewerkers. Dan lukt het. DC, u bent al 60 jaar geworden. Wat is uw hoogtepunt? Ik wil maar, als u maar één kunt noemen, binnen uw carrière. Mijn hoogtepunt is in mijn carrière is dat ik dus districtscommissaris ben geworden. Dat is mijn hoogtepunt. En nu dat ik als DC dus de deken ben van de DC.
dat ik ook mijn bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van land en volk. Verder heb ik 2 maanden geleden een heel hoge onderscheiding mogen krijgen van de president voor mijn verdiensten aan land en volk. En dus dat is wat maatschappelijk betreft mijn hoogtepunt. En mijn ultieme hoogtepunt wil ik nog bereiken. Dat is mijn reis naar Mekka. DC, u gaat weg als DC van Nikeri, maar u bent nog in dienst van RO. U heeft nog verlenging gehad. Bent u bereid uw krachten nog te geven? Natuurlijk, ik heb een verlenging tot en met september. En op het moment als ik nu uit Nikeri ga, weet ik nog niet wat de volgende opdracht is. Maar zolang ik mij goed voel en de Heer daar boven mij de kracht heeft en gezond ben, dan ben ik bereid mijn krachten te geven. Het zou zonde zijn om thuis te zitten en iets te doen. Dank u wel. Een hoogtepunt in Nikeri, ik denk de stopzetting van de Padika-verbranding. Padika-verbranding heeft jaren hier de mensen geteisterd, de bewoners. En een week na mijn aantreden, is het me gelukt om met de pelmonaars te praten en de verbranding stop te zetten. Was dat moeilijk, DC? Want het speelde al jaren en geen enkele DC heeft dat kunnen stopzetten. Dus kijk, bij mij ging het niet om belangenverstrengeling. En ik heb de mensen voorgehouden dat zij de vergunning hebben gehad onder onder bepaalde voorwaarden. En een van die voorwaarden luidt dat zij geen padikaf mogen verbranden. Dus daarmee geconfronteerd en ook hun maatschappelijk gedrag tegenover hun medeburgers, daarop heb ik ze gewezen. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat zij dus daarmee toen zijn gaan stoppen.